efficiënt mais-telen, zodat de koe een energierijk menu voorgeschoteld krijgt. In de Achterhoek zijn dit jaar veldproeven uitgevoerd naar een milieuvriendelijke maisteelt, waarbij de groene weidemeststof is getest. De groene weidemeststof is een organische vervanger van kunstmest die gemaakt wordt uit overtollige varkensmest. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum ontwikkelde deze meststof. De regionale kunstmestvervanger van Groot Zevert biedt een klimaatvriendelijk alternatief, omdat er bij de productie van kunstmest veel CO2-uitstoot komt kijken. Bijzonder in dit onderzoek is dat de bemesting is opgedeeld in twee giften. Melkveehouder André de Groot uit Laren is een van de initiatiefnemers en doet mee aan het onderzoek. Ik wil laten zien dat het kan en dat we vervangers kunnen zoeken. En nu we de mogelijkhed hebben om het te proberen, stappen we erin. En ik denk naar de toekomst toe dingen verplicht worden, dan is het moeten. En ik hou niet zo van moeten. In totaal werden er bij de melkveehouder uit Laren 8 verschillende soorten meststof uitgeprobeerd, waaronder de groene weidemeststof. Tijdens het onderzoek werd de mestuitgifte opgedeeld in twee rondes. Als eerste bij het zaaien en vervolgens toen de mais op kniehoogte was. Daardoor zie je gewoon dat de plant groener blijft en langer doorgroeit. Dat heb ik vorig jaar al waargenomen en dit jaar weer. En bij grasland heeft het ook een hele positieve effect op opbrengst. André de Groot voert dit onderzoek samen met diverse partijen uit, waaronder het Agro Innovatiecentrum De Marke uit Hengelo. Hallo allemaal, mijn naam is Robin Walvoort. Ik ben onderzoeker bij het Agro Innovatiecentrum De Marke. Op De Marke doen we al 30 jaar lang systeemonderzoek. Daar bekijken we alle inputs en outputs op het melkveebedrijf. We focussen ons er vooral op de bodem, daarnaast ook op plant en dier. En we doen op die drie thema's heel veel onderzoek. Naast het testen van de groene weidemeststof als waardige vervanger van kunstmest, is ook het effect van de gedeelde stikstofgift op de stikstofbenutting en nitraatuitspoeling uniek aan deze proef. De conclusies uit het onderzoek is dat de groene weidemeststof is aan te merken als een goede kunstmest dan vervangen. En dat er geen significante de verschillen zat tussen de verschillende kunstmesten. En we hebben daarbij ook ook gekeken naar de stikstofwerkings, de coëfficiënten. En daar is de groene weidemeststof vergelijkbaar met kunstmest in de rij. Wat kan dit de Achterhoek opleveren? In de Achterhoek hebben we heel veel mineralen. Veel mineralen uit varkensmest. En we kunnen eigenlijk met dit onderzoek tonen we aan dat deze mineralen een even goede werking hebben als synthetisch geproduceerde kunstmest. En voor de Achterhoek is dit echt een van de vermeerwaarde, omdat we eigenlijk zo de mineralen, de kringloop in de Achterhoek ook echt kunnen sluiten. En dat we geen import nodig hebben van buiten de Achterhoek.